Ik ben Jeannette van Linden, kinderarts-neonatoloog. Sinds 2007 werkzaam in het Groene Hart Ziekenhuis. En sinds 2008 draai ik hier de GO-poli, de groei- en ontwikkelingspoli. Speciaal voor te vroeg geboren kinderen en te klein geboren kinderen. De poli draaien wij samen met het consultatiebureau, met de fysiotherapeut en met de logopedist. Dit is zo omdat uit ervaring bleek dat de ouders toch heel veel tegenstrijdige adviezen kregen van de kinderarts en het consultatiebureau. En dat leidde tot veel onzekerheid bij ouders. Nu we het allemaal onder één dak doen, stemmen we ook onze adviezen naar ouders toe op elkaar af. En kunnen we ouders gewoon met een eenduidig advies de deur uitsturen. De kinderen komen na ontslag uit het ziekenhuis, als ze opgenomen zijn geweest, op de GO-poli terug op gezette tijden. Het is een behoorlijk intensief traject voor zowel ouders als kind. In het eerste jaar komen ze heel vaak en naarmate ze ouder worden minder vaak. Ouders waarderen dit wel heel erg omdat ze veel hebben aan de eenduidige adviezen. Afhankelijk van de leeftijd van de kinderen op het moment dat ze ons bezoeken, zien ze of de fysiotherapeut of de logopedist of allebei. Maar sowieso zien ze iedere keer een arts. Hetzij de consultatiebureauarts, hetzij de kinderarts. Aan het eind van de poli bespreken we alle kinderen na die die ochtend geweest zijn. En dan weten we van elkaar precies wat er gezegd is, wat de eventuele knelpunten zijn en met welke adviezen we de kinderen verder helpen.